Nee, morgen spelen we nog in de Amsterdamse Schouwburg en maandag. En in januari en in december spelen we in het hele land nog. Wel, bedankt. Er is dus nog alle kans om King Arthur van Henry Purcell te zien. De Brit Brian Eno is hoofdgast. Hij is een avant-garde muzikus die in het verleden onder meer samenwerkte met Roxy Music, met David Bowie en met de Talking Heads. Ja, Ivo van Hoven, waarom een hoofdgast meer dan een gewone gast? Oh, wat doet hij meer? Meer producties tonen. Er zijn drie verschillende producties van Brian Eno. En het kenmerken daarvan is dat hij muziek maakt. Hij is een muzikant natuurlijk in eerste instantie, beeldend kunstenaar, muzikant. Inderdaad bekend geworden als rock, muzikant in de jaren 70, maar ondertussen heel invloedrijk op een hele generatie muzikanten, zowel in de eigen tijdse muziek, in de betere muziek zou je kunnen zeggen, als in de popmuziek. En wij willen graag op drie verschillende plekken. Dat is enerzijds in het Stedelijk Museum. Daar is een audiovisuele installatie waar je het ondergedompeld kunt worden. Uit het Amsterdamse geraas kun je even in alle rust daar een uurtje gaan zitten. Dat is een hele merkwaardig gevoel. Wij gaan er zo een minuutje zitten. Okay. Daarnaast is er op Schiphol Plaza is er het meesterwerk van de ambient muziek, Music for Airports, geschreven voor luchthavens. Wordt uitgevoerd door een heel beroemd ensemble uit New York, Bang on a Can. En ten derde, en dat is misschien wel het meest in het oog springende project, is er het project met het Metropoolorkest, waar Brian Eno bereid is gevonden om samen te werken met het Metropoolorkest en voor het eerst muziek voor orkest heeft geschreven. Nu noem je de naam van het Metropoolorkest. Een orkest van de omroep, net als het Radio Symfonieorkest, het Radio Philharmonisch. En die dreigen met staking. Heeft dat nog een storende invloed op het programma? Als die stakingen doorgaan, gooit dat natuurlijk enig roet in het eten. We hebben nog altijd hoop als festival dat kan verijdeld worden. Als het wel zo is, blijft er een concert over. Het is dus niet zo dat de concerten van Brian Eno niet zouden doorgaan. Die gaan wel door, maar er gaat wellicht maar één concert doen. Maar we hebben nog volle hoop dat de komende dagen er een doorbraak gerealiseerd zal worden. Dat ze eruit komen, hè? De werkgevers en de werknemers, zoals dat heet. Vanmorgen werd in het Stedelijk Museum, dus hier in Amsterdam, die ruimtelijke installatie geopend waar Ivo van Hoven het al over had. Die Ino de afgelopen dagen daar heeft gemaakt. Het is audiovisuele kunst waarmee hij over de hele wereld fame heeft verworven. 11 uur, Stedelijk Museum. Brian Eno. Natuurlijk hoogst persoonlijk aanwezig en de hoofdgast toonde zich uitermate tevreden over het open culturele klimaat in Nederland. Trots vertelde de Brit dat hij zich vandaag ook een beetje Nederlander voelde. Zijn moeder is een Vlaamse. Mondjesmaat wordt het publiek toegelaten. Niet meer dan 50. Eén eruit, dan kan een ander erin. Kantelende lichtprojecties veranderen telkens van kleur. Ook de muziek staat niet vast. Een computer stuurt de componeermachine die dan dit geluid laat horen. In het Stedelijk liet Brian Eno zich nog graag even omringen door zijn bewonderaars. Hij is de uitvinder van, we noemden die term al, de zogeheten ambient music, omgevingsmuziek. Zijn synthesizer-compositie, de Shoot of Assembly, zal in Paradiso dus worden uitgevoerd door het Metropoolorkest. Als de staking en de CO een beetje meezitten. En op Schiphol zal klinken zijn Music for Airports. Aan zijn vroege muzikale verleden wil Brian Eno liever niet al te veel herinnerd worden, zo bleek toen we hem opzochten bij het maken van de installatie in het Stedelijk. Kijkt u naar een ontmoeting tussen verslaggever Reinier van den Hout. Came from a specific experience. I was in a beautiful airport, Cologne Airport, which is a very beautiful building. Early one Sunday morning, the light was beautiful, everything was beautiful, except they were playing awful music. And I thought, there's something completely wrong that people don't think about the music that goes into situations like this. You know, they spend hundreds of pounds on the architecture,
on everything except the music. The music comes down to someone bringing in a tape songs this week and sticking them in, and the whole airport is filled with the sound. So I thought it'd be interesting to actually start writing music for public spaces like that. And I started to think, so what kind of music would that have to be? Obviously, it mustn't interfere with human communication, so it has to be either higher voice sounds are. It should last a very long time because you don't want changes all the time. It should be possible to be interrupted by announcements and so on without suffering. So I started to imagine a kind of music that would work in public spaces. I was thinking about flying at the time because I thought that everything that was connected with kind of a lie, you know, when you went into an airport or an airplane, they always played this very happy music, which is sort of saying, you're not going to die, there's not going to be an accident, don't worry. And I thought that was really the wrong way around. I thought it would be much better to have music that said, well, if you die, you know, and so I wanted to create a different feeling that you were sort of suspended in the universe and your life or death wasn't so important. So rather than trivialize the thing, I wanted to take it seriously, the possibility that now going to sit in space, which is what you do when you travel on an airplane. To try to play music that was produced rather mechanically on real instruments is a very interesting challenge because, of course, as soon as you do it, as soon as humans start doing what machines were doing before, they make it more human. And it becomes very touching to hear something turning into a human artifact with personality when it deliberately didn't have personality. You are seen as the inventor of ambient music. Is it possible to give a short definition of ambient music? What is it? Gosh, I've been giving this definition for 22 years now. I'm fed up with the idea, frankly. I'm onto something else now. This is the problem with having an idea. Yeah. Nobody ever lets you forget it. Can't you think of a good definition? Well, what would you say is kind of wallpaper music? What do you think of this description? Well, critics say that because they don't respect wallpaper. You know, wallpaper's important too. Well, let's say, what's the difference between ambient music and Muzak? Ambient music is interesting. Muzak isn't, you know. Oh, God, I can't do ambient music again, sorry. Is there any relation between the installation you're building here? It's supposed to be a 5-minute interview. Oh, yeah, yeah. Okay, well, we'll stop in 2 minutes. Okay. Is there a relation between the installation you're building here and, well, the music that will be performed? There's a lot of relationships. I mean, these things never repeat either. Mutations. So, this is a kind of an ambient condition as well. You know, I designed these things also thinking that what would I like to see in a hospital waiting room?
I don't want to read magazines, you know. What I would like is a place to be, to enjoy for a while. Where would I like to wait in an airport, for example? I'd like to wait in a place like this.